En daar ergens was er ooit de geheime ingang. Het lukt niet zo goed om te werken, want de zon roept mij nooit naar buiten. Dus dat gaan we ook eigenlijk gaan doen. Ik heb nieuwe plantjes mee om in mijn serre te zetten. Ik ga die erin zetten, maar ik ga eerst nog een klein beetje omploegen. Allee, om spetvorken, dat wordt heel erg lastig. Maar ik zie het wel zitten. We zijn hier weer in de serre en ik ga eerst mijn plantjes beschermen met krantenpapier. Ze zijn blijkbaar al redelijk hard uitgedroogd sinds gisteren. Volle emmer. Nog even zo diep. Dat is het resultaat van dit kleine stukje. Soms lijkt het echt uitzichtloos. Het stomme is dat ik nu al bijna 4 weekends, 1 uur of 2 uur, heb je uitzien. En dat er nog zoveel hebben. Dat geen een van de aardbeien die ik nu al uitgedaan heb voor ons is. Ik wil jullie nog even laten zien wat ik deze morgen op de markt heb gekocht. Deze courgetteplant die ik nu net heb verpot. Namelijk is dat in dit bakje. Als je meer van mijn tuinavonturen wil zien, moet je trouwens kijken naar mijn tuinvlogs. Die komen afwisselend met mijn dieetvlogs. Elke woensdag online. Maar ik moet wel toegeven dat ze een klein beetje met vertraging aan het uploaden zijn. Want ik zit nu nog geen vorige zomer met de vlogs. En ik heb ook 4 bloemkoolplantjes gekocht. En daar 1 broccoli. Die heb ik ook al in de tuin gezet. En er ligt een goed haas over. Zodat de konijnen, de vogels, de kippen, de pauwen er niet mee weg gaan lopen. Als ze het gekocht hebben, we redelijk regelmatig bezoek van de pauwen in onze tuin. Tijd om hiermee aan de slag te gaan. Er zijn superveel aardbeien. En ik ga ze voor een deel in het cijfer zetten, voor een deel aan potjes en voor een deel geen idee waar. Ik kan er veel te veel. En vandaag of morgen ga ik deze verpotten. Dit zijn basilicumplantjes. Ik weet nog niet of ik er nog vandaag tijd ga voor hebben. Dus iets voor 9 en ik ga nog een paar aardbeidjes potten.
vader heeft gekuist tussen de aardbeien. Zijn rabarberplant groeit goed. Hij heeft daar poppies gezet. Hieronder staat mijn diele. Daar staat mijn bloemkool. Hieronder liggen er uien. Daar staat mijn courgette nu. Aardbeidjes. En een hele hoop aardappelen. Het gaat wel wat beter ondertussen. Met mijn bloemkool. Hier aardbeien, bloemkool, wortelen, sla, zelf zijdesla, aardbeien, basilicum, geen bloemkool, maar savoykool, tomaatjes, bloemen, savoykool, peterselie, koriander, peterselie, marjolein. Daar staan ook nog kruiden. Peterselie. Ik ga misschien nog heel vlug eventjes mijn savoyka water geven. Met de gieter, want ik weet niet of dat mijn vader hier heeft water gegeven. Kijk eens hier, want het is wel allemaal droog. Ik ben niet overgegaan zijn met mijn gieter. Hoe denk ik dat ze het wel gaan redden? Ik heb nu buiten mijn rijtje savoykool gezet en ik heb mijn bloemkool rijtje aangevuld met nieuwe plantjes die ik zelf heb gekweekt, want de vorige waren van Hermie. Kijk, mijn savoykolen, mijn bloemkolen. En het is gewoon net er rond. Kijk, wat een mooie rabarber. Hier heeft mijn vader iets gezaaid of geplant. Ik weet niet meer wat. Maar ik weet wel dat die stokken zijn om ze te beschermen. Hier is mijn courgetteplant. Geen idee wat dat is. Aardbeien. Een hele hoop aardbeien. Nog een keer die plant. Boompjes. Hier heeft mijn vader uien gezet. Ik weet niet of je het kan zien. Daar staat er een. Daar staat er een. En dit zijn patatten. Patatten. Visjes. Het probleem is, de aardbeien staan zo dicht dat je er eigenlijk niet tussen kan. Ik wil jullie nog iets laten zien, maar eigenlijk ben ik zelf vooral benieuwd hoe het nu ermee gaat. Oké, ik allemaal boterbloempjes.
En dit is van mij. Mijn dielen. Ja, de grond staat nog redelijk nat. Dus dat is goed. En dit is eigenlijk vooral zodat er niemand in die bak gaat spelen. Maar nu iets waar ik heel hard naar benieuwd ben. Hoe is het met mijn sectenhotel? Zijn er al bewoners in zitten? Dit is dus een mix speciaal voor bijen die aan het groeien is hier. En hier is mijn insectenhotel. Hoewel zeggen dat bepaalde dingetjes en die boegaten er nog niet in zaten. Dus misschien is hij wel bevolkt. Ik weet het niet. Ik weet wel dat er... Ik weet wel dat er hier een spin op hangt. Ik denk niet dat jullie hem kunnen zien. Dus dat er een spin is bij mijn insectenhotel. Wil je trouwens weten hoe je die moet maken? Hij staat in zij of haar april 2019. Ik wil de mooie bloemetjes. Wat een dikke vlieg. Ah, lekker vlieg. De vader is een buksjes. Wauw. En nu een van de mooiste plekjes in onze tuin. Het had door de haar. En daar ergens was er ooit een geheime ingang. Ik weet niet of dat hier nog bij. Tada! En nu, vroeger deden we dit altijd. We hebben hier een aantal bomen. En het is hier, ja, een mini bos in onze tuin. Ik moet even mijn laarzen aan. Want hier op de grond groeit het allemaal klim op. En op de bomen eigenlijk ook. Oh wauw, wat mooi licht. Foto time. When daddy is an apple, he's a milky, he's gonna be terrible. Thumbnail. Oké, okay, we gaan verder door dit bos. Jullie hebben mijn gevloek niet gehoord. Ik ga even bewijzen dat ik effectief in een minibos sta. En dat is zo cool dat mijn ouders dat hier geplant hebben, een bos. Alhoewel, ik weet niet of dat al een deel van het bos opgericht is. Zo lang geleden ik hier nog geweest ben. Ik hoop dat jullie mij een klein beetje verstaan, want het waait zo hard. En ik heb geen fluff.